Even tussendoor. Moet je vanaf blijven. Ik ben even plan te maken, meid. Hè? Ik ben even plan te maken. Rottieplaat. Voor morgen? Nee. Voor woensdag. Maak er zelf zo'n plaat. Ja. Oh. Oh. Heerlijk. Voor dinner show. Ja. Of iemand gaat naar huis. Hm? Afscheidsbol. Met een Judas-kusje van mij. Dat wil ik echt een keertje bij iemand doen. Was het niet bij jou dat ik zei Jordi Judas, oh joh, één persoon? Ja. Oh, dit ziet er verdomd lekker uit. Dat vind je er lekker uitzien? Ja. Gadverdamme, ik vind het net katkot. Wie moet vandaag koken? Chalet. Oh god. With you. Ja, ik sta erop, maar ik kook helemaal niet meer. Je helpt toch? Je bent toch een helper? Ja, maar vanaf volgende week niet meer. Hoezo niet? Hoezo niet? Ik heb er geen zin meer in. Ja. Niet heel stom, maar ja. Ik heb ook nooit zin, maar ik doe het ook. Ja. Maar ja, ik maak de keuze om het niet te doen. Oké. Okay. Oh, wat ruik ik? Het tusti. Om 11 uur heb ik mijn naailes. Hè? Ik heb om 11 uur mijn naailes. Wanneer? 1 november. Denk wel, ons naaimachine is stuk, hè? Daar heb je neemt de nodige materiaal en apparatuur mee. Oké. Nee, dan is het goed. Want die naaimachine die we hebben, die ja. Niet meer. Nee, oh no. Okay, ga ik een canvastas maken. Echt? Wat leuk. Ze zei, wat had je ongeveer in gedachten, weet je, van wat je wil maken? Dus ik had teruggereageerd met allemaal wat drag costumes, allemaal dit en dat, bodysuits, jurken. Daar heb je wel een tijdje voor nodig. Dat ze zei. Ik denk dat net wat te ambitieus is. Ja. Nou, ambitie is in ieder geval. Ik weet nog, toen ik op school naailes kreeg, toen begonnen we met een lapje stof. Mm-hmm. En gewoon zwart stof. En daarop moesten we dan figuurtjes gaan naaien. Leuk. Zodat je weet hoe je een rondje kan maken of een vierkantje. Of dat je gewoon weet hoe je moet sturen. Ja. Maar ik ben benieuwd. I am benieuwd. Die is voor jou. Party. Misschien hier nog wat. Ja, iets erbij zetten. Het lijkt net alsof je geen bovenlip hebt.
Toch, waar blijf je nou? Je moet alleen nog één doekje hebben. Ja. Kun je die kreppapier overheen gooien? Of je draait hem om. Ja, doe je die als eerste en dan draai je hem om. Oké, zo. Die weg. Sta jij dan met de drankjes naast me? Ja, tuurlijk. Hoi. Ja. Ja. Zuipen! Het is wel een grapje, grapje, grapje. Oeh, dit is wel jammer. Het is by Utopians, made for you. Dat is mooier. Maar dit kan ook toch? Dit kan wel, maar het andere was mooier geweest. Ja. Balen. Ga ik nu als een lul ernaast staan, terwijl dat niemand er is? Ja. Ik zet hem nog even neer hoor, want dit gaat natuurlijk finaal verkeerd bij mij. Dit gaat heel lang duren. Anders presenteert het aan mij. Doe ik... Oh! Oh my god. Zo. Je hebt jezelf wel als eerste gedaan, toch? Ja, de roze. Oh, je bedoelt op als volgorde? Ja. Nee, ik weet wel ongeveer wie wat is. Oké. Deze, de middelste wou ik doen, ongeveer. Motherfuckers. Mhm. Oh, nog een paar weken zit ik weer bij mijn liefde, lieve mens thuis. Echt, In plaats van hier. Ja. Water staat laag. Kunnen jullie komen? Buiten? Ja. Buiten? Ja, het is buiten. Oh! Tuurlijk komt iedereen, Shelly. Dan pak even mijn jas. Het hoort, hè? Kunnen jullie boven ook even komen? 1. Ik heb bij de presentatie dat iedereen erbij is. Ja. Nee, echt niet? Godver. Ik dacht echt dat je daar blij mee ging maken. Hm. Heb je al gegeten vandaag? Ja. Heb je honger? Nee. Geen vragen meer, alsjeblieft. Oh. Ik hou niet zo van interviews. Hm? Ik hou niet zo van interviews. Oh. Het was lief bedoeld. Ik weet het. Ik wil lekker naast me staan. Ja, leuk. Made by Utopians for you. Made by Utopians for you. Wow, die huisstijl ken ik. Ja? Waar was dat vandaan? Van een magazijn. Het magazijn. Oh. Jij komt in mijn leven. Ja, ja. Zal ik gewoon vast uitdelen? Nee, als laatste natuurlijk. Oh, okay. Maar waar is Dylan en Brenda? Dylan is aan het tatoeëren. Dus ze hebben 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 en dan 13 tatoeëren. Dylan is tatoeëren. Ja. Dus als Meryl er is, dan can we start. Dan is het heel koud. Dan is iedereen... Ja, ik heb het nu al koud. Ja. Dat is mooi. Koffie. Liep telt zonder jas, maar nu niet. Zo. In één keer, hè? Ja. Gisteren. Ja, die wind. Ja. Wat was het? Ik heb even warming gedaan. Ik denk dat het drank bij is. Denk je dat? Ik ben niet gekomen voor de drank. Een vergiftje. Nou, zoals jij dat noemt. Ja. Dat is gewoon een grapje, niet alles is serieus. Hier, bord vangen. Zullen we alvast uitdelen of niet? Of gaat dat langer duren? Laatste.
je jas gewassen? Nee, je moet toch een sla? Meer. Mie? Oh, shit. Noem je dat tegenwoordig? Wie doet dat? Ja, dat is goed. Oh, jongens. Ja. Zo beginnen. Nou, jongens. Alsjeblieft. Hey. Dankjewel dat jullie er allemaal zijn. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Ach, fantastisch. Om het Utopia Magazine hier op het terrein te krijgen. En het af te krijgen ook. Ik ben heel erg blij dat bepaalde mensen me hebben geholpen. Ik wil heel graag Jordi bedanken. Je hebt me echt goed geholpen met het magazine. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik heb het net heel even bekeken. Ik ben er echt heel blij mee. Nice. Merel wil ik ook graag bedanken voor het voor de taal. Om het aan het een en ander aan te passen. Geen dank. Dus ja, ik wil jullie ook een cadeautje geven. Dit is voor jou. Cute. Heel erg bedankt. Thanks. En ook voor jou. Nou, dat is echt heel lief. Nice. Ja, dank je wel. Cheers. Nou. Nou, maak je meer nou, we beginnen met de eerste. Echt leuk. En dat is... Heel sarcastisch was die. Nee, bloedserieus. Ja. Die van mij. Moeten we nu klappen? Superleuk. Ja, jullie mogen klappen inderdaad. Ik ga even showen. Ja? Oh, ja, dat is precies zo. Yes. Oké. Okay. Ja. Mooi. Ja. Nee. Ja, kijk hoe slank ik ben. Ja, maar hij moet wel echt zijn hand zo... Jordi. Ben ik cute? Ik ben cute. Oh Jordi, je bent... Hier echt heel erg cute. Mooi. Ja. Mooi. Heel mooi. Nee. Ja, kijk hoe slank ik ben. Ja, maar hij moet wel echt zijn hand zo... Jordi, ik heb je tosti hier terug. Het is wel dom dat ik als panter hier een slangenshirt aan heb. Ja. Ik vond deze wel typisch. Die Nee. Hiske, ik had Ria ook wel verwacht. Ja. Ria. Die kwam toen niet. Ik moest snel even een foto maken. Wie zijn ze? Zijn deze nou voor ons of? Oh, kijk dan. Ja. Yeah. Oh, pas op Katie. Ja, leuk hoor. Tulp? Nee. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja? Oh, dat is wel echt leuk. Volgens mij 7 uur. Nee, toch? Dat is toch Bibi? Oh, Bibi 7 uur. Volgens mij camping 6 uur. Het eten maken voor je. Maar van deel. Ik heb het gevraagd. Ga je het wel doen? Je moet niet op je handen doen. Ja, ja wel. Kan je maar... Waar op je hand ga je het doen? Hier.
Is dat dan niet slow met hem? Nee, dat moet niet. Dus neem maar mee wie ik ben. Deze hand zit ook al vol. Met welk...